het ziet er heel raar uit. Het is net alsof ik hier nu vet heb, maar komt het op mijn bikinirand snijdt. Kijk, het is net alsof ik een dubbele tiet heb. Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Ik zit in de auto en ik ga naar Kim, een vriendin van mij. En we gaan lekker naar het strand vandaag. Als het goed is, ga ik de hele week naar het strand. Dus wordt een leuke vlog. Heel erg hetzelfde elke dag, denk ik. Maar goed, ja, we gaan er iets leuks van proberen te maken. Dus ja. Oh. Hoe moet ik nou, Pam? Ja, ik weet het ook niet. Het is toch altijd weer moeilijk, hè? Keuzes, reuze. Nou, niet normaal. Zijn we lekker op het strand? Nee. Lekker, hè, jongens? Heerlijk. Nee, ik zit te twijfelen tussen tonijnsalade of zalm. Of een hamburger deluxe. Nee, ik hoef geen hamburger. En wat wil jij? Ja, ik weet het niet. Ik moet nog even de kaart ophouden. Oké, is goed. Love it! Ja. Zij heeft lekker kroketjes hoor. Zo, dat is lang geleden. Nou, lekker smikkelen. Lekker tonijn in je mond. Ja, lekker hoor. Lekker vis. Ja, ik voel me als een vis in het water. Het is zo lekker op het strand. Ik ben echt in deze afgelopen maand al een paar keer naar het strand geweest. Maar het is nu echt heerlijk. Er staat helemaal geen wind. Het water is lekker warm. Het is ongelooflijk. Fuck. What the fuck? Gaan we dan? De vlog staat aan hoor. Wil je nog wat zeggen? Oh, nou, goede reis. Ja, dank je. Lekker bij die Fiorentina. Lekker ja, ijsje we gaan lekker ijsje halen. Hallo, de place to be. Lekker hoor, lekker. Nou, gaan we hoor. Oh, fuck. Wilt u dat ik een portier eruit rij? Of, Jezus. Nou, zo dan maar. Godverdomme. Dit ook heel eng hieromheen. Kijk je uit. Oh! Nou, dit gaat niet hoor. Daar gaat ze hoor. Oh, ik voel me helemaal nerveus of ik moet afrijden. Het is net alsof je een examen aan het doen bent. Oeh, oh. Zo, dag 2 op het strand van deze week. En we wilden net een tosti bestellen, want we dachten, hè, we gaan een beetje goedkoop doen. Want eten op het strand is gewoon niet goedkoop. Dus de tosti was nog wel oké. Nou, wat denk je? Tosti-apparaat stuk. Heel jammer. Maar ja, nu heb ik een broodje carpaccio besteld. Ook heel erg lekker. Mmm. Lekker, hè? Nou, ja. Eet smakelijk, mam. Mmm. Nou, mama en ik hebben vandaag een heel fijn dagje gehad op het strand. Het was echt super lekker. We gaan morgen weer, dus de leven. Echt super fijn. Maar ik heb 2 nieuwe dingetjes besteld die ik even aan jullie wil laten zien. Want ik ben er super blij mee. Ik heb namelijk een nieuwe bullet journal gekocht. Want dit wordt mijn school bullet journal. Want ik heb natuurlijk al een bullet journal. Maar die is tegenwoordig meer eigenlijk een gewone journal geworden dan echt mijn planningen erin maken en zo. En ik wilde gewoon nu een aparte hebben voor school. En dit wordt gewoon echt een bullet journal die ik heel simpel ga houden. En ook echt niet super creatief in ga zijn. Dit wordt echt gewoon puur agenda gericht. En gewoon waar ik alles kan opschrijven wat er in mijn hoofd zit. Gewoon lijstjes kan maken en dat soort dingen. Ik ga ook echt proberen om niet te perfectionistisch hierin te worden. Dat ben ik meestal wel een beetje. Dit wordt echt gewoon eentje die ik gewoon echt voor praktisch ga gebruiken. Ik weet trouwens ook niet meer of ik nog bullet journal video's ga maken. Misschien dat ik wel een keertje een flip-through wil doen. Dan kan ik wel laten zien hoe deze eruit komt te zien. Daarbij heb ik ook nog deze Crayola Super Tips stiften gekocht. Het zijn 50 kleuren. En ik had hier al een aantal YouTube video's over gezien. En iedereen zei dat het super chill was. En ik ben er heel blij mee. Dit zijn alle kleuren wat erin zit. Dus dat is echt heel chill. Die heb ik voor €15 besteld op bol.com. En deze was €17, dacht ik. Nou, mama en ik zijn weer op het strand. Dag nummer 3. Vanochtend was het echt best wel bewolkt en niet echt heel lekker. Was het best wel koud. Maar nu is het echt weer super warm. Het is echt heet zelfs. En laat het wegsmelten hier ook. Maar echt super chill dit. Het is echt wel fijn dat ik dicht bij het strand woon. Toch een beetje vakantie nu, hè? Maar dan wel in eigen land. Maar ja, dat is niet erg. Helemaal chill. Mama moet afscheid nemen van het strand. Ze moet weer werken. Doet het pijn, mam? Ach.
Zo, ik heb heel even lekker de ventilator van mijn broertje gestolen uit zijn kamer. Want hij is op vakantie nu. Dus dat is helemaal chill, want het is hier echt super warm. En ik had zin om weer even Sims te gaan spelen. Dus dat ga ik even doen. Ik denk niet heel lang. Het is nu 8:30, dus ik denk een uurtje of zo. En ik zou dus eigenlijk morgen ook naar het strand gaan. Maar dat gaat niet door. Ik zou met mijn zusjes gaan, maar ze kon, of tenminste een van mijn zusjes kon opeens niet meer. Ja, dat gaat niet door. Maar nu ga ik vrijdag en ga ik morgen gewoon even thuis werken. Het wordt morgen echt 35 graden. Ik weet niet of ik dat ga overleven, maar dit ding gaat me denk ik wel helpen. Ik ga zo meteen even een to-do-listje maken voor morgen. En ja, maar nu eerst deze avond gewoon nog even lekker chillen. Good morning, het is vandaag donderdag en ik zou dus eigenlijk vandaag weer naar het strand gaan, maar dat gaat dus niet door. Volgens mij heb ik dit al verteld, maar goed. Dus ik ga vandaag gewoon eventjes werken. Ik heb mijn weekvlog al geëdit en het is 10:30, dus daar ben ik trots op. En ja, maar ik heb nog genoeg te doen vandaag. Ik heb heel veel op de planning staan. En ik ga echt proberen om het allemaal af te krijgen. Dus ja, het wordt vandaag 35 graden. Dus ik hoop dat het hier binnen allemaal een beetje te doen blijft. 35 graden jongens, holy shit. Maar goed, ik ga rustig aan doen vandaag. Maar ik wil wel gewoon graag alles afkrijgen. En morgen ga ik weer naar het strand. Dus daar heb ik nu al heel veel zin in. Want het wordt morgen ook echt 37 graden, niet normaal. Het is echt niet normaal. Op het strand ook wordt het gewoon 34 graden. En dat is echt bizar. Maar goed, helemaal top. Ik ga even lekker aan het werk vandaag. Zo, ik heb Timmy even bij de waaier gezet. Lekkere Tim. Het is toch zielig dit, hè? Kijk, ik kan het warme weer op zich nog wel handelen, maar zo'n hond. Echt sneu. Ik loop letterlijk nu in mijn bikini door huis. Want het is zo warm. Het is echt, heel erg warm. Het is op dit moment 31 graden. Het is 10:30 ochtends. Nou, echt niet normaal dit. Ik klaag echt niet, want ik vind het ergens ook alweer echt heel erg leuk of zo. Maar het is wel echt warm. Ik zweet me echt helemaal de pleuris. Vanmiddag ga ik waarschijnlijk naar het strand. Wel pas rond 3 uur. Ik ben een beetje bang voor de trein, want ik moet met de trein. En dat vind ik niet zo prettig met dit weer, maar ja, ik heb wel zin om naar het strand te gaan vanmiddag. Dus ja. De zon is er nu alleen niet, of nog niet. En dat is op zich ook weer niet heel erg, want dan wordt het nog heter. Maar ik hoop dat hij eigenlijk vanmiddag wel komt. Want op het strand vind ik dat wel lekker. Nou, ik ben lekker op het strand geweest. Sorry dat ik niet heb gevlogd, maar ik was gewoon gezellig aan het doen. En het is ook vaak zo, ik was met een vriendin en zij had haar vriend ook mee. En ik vind het dan toch altijd een beetje gek om dan te gaan vloggen, want ja, hij weet niet eens ook vlog, zeg maar. Dus snap je dat soort dingen? Dat vind ik gewoon altijd een beetje awkward. Maar goed, vanavond is dus de maansverduistering. En ik was hem net even aan het zoeken. En ik heb hem gevonden. Dus ik ga hem even filmen voor de mensen die hem misschien niet gezien hebben. Kijk, there it is. De rode maan. Best wel pretty, toch? Ik vind het echt best wel pretty, hoor. Even nog meer inzoomen. Oeh. Ik vind het echt best wel cool. Ik had niet verwacht dat het me zo zou boeien, want meestal boeien dit soort dingen me nooit. Maar het is toch best wel cool. Ik ben net naar de Kruidvat geweest en ik zweet me weer de pleuris. Terwijl het is vandaag niet meer 37 graden, maar de warmte hangt gewoon nog overal of zo. Ik heb het echt bloedheet. Maar ik ben net eens naar de Kruidvat geweest, want ik had dus eerst een bestelling gedaan voor de nieuwe Diana stationary spulletjes. Maar toen bleek dus uiteindelijk toch dingen uitverkocht te zijn, dus dat kreeg ik niet opgestuurd. Dus nu ben ik naar de Kruidvat gegaan. Maar bij mijn Kruidvat ligt gewoon alles nog. De hele collectie ligt er nog. Dus ik heb wat dingetjes gekocht. Oké, ik zal eerst even dit laten zien. Dit is namelijk voor een vriendin van mij. Want die is nu op vakantie en die wilde het ook graag hebben. Dus dit heb ik voor haar gehaald. De pennen, potloden, etui. De reismap. De 2 stickervelletjes. En de washi tape. Dat is voor haar. Ik heb zelf alleen de etui. De washi tape en stickers. Want deze wilde ik eigenlijk misschien ook, maar ja, ik weet niet. Ik denk dat ik het niet ga gebruiken. Heel leuk en handig, maar ik denk dat ik dat toch wel vergeet als ik op vakantie ga. Dus ik dacht van ja, laat maar zitten. Ja, ik heb plannen met je af, kom je ding doen. Laat het woord gaan, laat die af van je link doen. Yeah.
laag. Lekker Tom! Hier mag het niet zo hard. Oh, dat is jammer. Good morning, het is vandaag zondag. Sorry dat ik gisteren niet zoveel had gevlogd, maar het kwam omdat ik bij mijn vader was. En ja, ik zie hem nu voorlopig even niet meer. Dus ik wil gewoon eventjes lekker genieten. We zijn bezig zwemmen, ik ben bezig varen met mijn broertje. Daar heb je wel een stukje van kunnen zien. We hebben gebarbecued, het was echt super gezellig gisteren. Vandaag ga ik naar het strand met twee vriendinnen van mij. Want het is weer lekker mooi weer. Ik heb het weer lekker warm. Maar goed, super lekker. Dus ik ga weer naar Zandvoort, net als vrijdag. En daar heb ik zin in. En dit is mijn outfit van vandaag. Lekker kleurrijk. Ik ben echt nog steeds verliefd op dit broekje. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Die is van Shein. Dit shirt is van de H&M, maar die heb ik uit mijn moeders kast gestolen. Dan heb ik daaronder mijn bikini aan. De scrunchie is van AliExpress. En dan deze schoenen van Nike, volgens mij. Nee, Puma. Puma, sorry. Ik ben gisteravond helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Ik heb ook gemerkt dat ik dit weekend niet heel veel heb gefilmd. Sorry daarvoor. Soms gebeurt het gewoon even niet. En wil ik gewoon zelf even genieten van de dag, zeg maar, zonder dat ik de hele tijd vlog. Maar ja, ik vind het dan toch wel achteraf heel vervelend. Want dan denk ik wel van ja, misschien had ik wat meer moeten laten zien aan jullie. Maar goed, in ieder geval wil ik jullie nu heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video.